Albert Heijn brandt al 125 jaar als enige Nederlandse retailer koffie in een eigen koffiebranderij. Vandaag, op de Internationale Dag van de Koffie, zet Albert Heijn een nieuwe stap in haar koffie-expertise en opent de supermarktketen een gloednieuwe, hypermoderne koffiebranderij in Zaandam. We zitten hier in de koffiebranderij van Albert Heijn in Zaandam. We hebben twee nieuwe branders gekocht. Twee state-of-art branders. Albert Heijn is hier in Zaandam begonnen, 125 jaar geleden. En wat was belangrijk voor Albert Heijn was de smaak. En wij hebben dat nog steeds hier als de meest belangrijke focus. Met deze nieuwe branderij kan ik de beste temperatuur gebruiken om de koffies op de juiste manier te ontwikkelen. De investering in de nieuwe branderij is een investering in smaak, kwaliteit en duurzaamheid. We gebruiken minder energie, we stoten minder CO2 uit en 99% minder fijnstof. Dat is alles wat je wil, smaak en milieuvriendelijk. De koffiebranderij brandt jaarlijks 22 miljoen kilo groene koffiebonen voor 10 miljoen kilo gemalen koffie, 4 miljoen kilo bonenkoffie, 4 miljoen koffiepads en 1 miljoen koffiecups. Goed voor meer dan 3 miljard kopjes koffie. De Albert Heijn eigen merk koffie heeft inmiddels ruim 100 verschillende producten in het assortiment. Van Perla koffiebonen en gemalen koffie tot koffiepads en cupjes. Onze Perlaroma is een mengsel van 3 tot 4 verschillende origine. Ze zijn goed gecertificeerd, maar ook fair trade. We zijn bezig met de kwaliteit van Perla. Smaak, aroma en een glimlach. Kijk op albertheinerfgoed.nl voor meer informatie over de complete koffiegeschiedenis van Albert Heijn.